Een grote zoekactie donderdagavond in de middenberm van de A7 tussen Jouwer en Heerenveen. En dat is vorige week ook al gebeurd. De politie hult zich in een stilzwijgen over datgene waarnaar gezocht wordt. Ook waarom er gezocht wordt, wordt niet verteld in het belang van het onderzoek. Donderdagavond werd met behulp van grote lampen op verschillende plekken tegelijk gezocht. Groepjes agenten kamden de middenberm minutieus uit. Daarbij werd onder meer van metaaldetectoren en ander materiaal gebruik gemaakt. Vermoedelijk wordt er dus gezocht naar metalen objecten. Een wapen of zoiets dergelijks? Ter hoogte van afslag Oude Haske had de politie in de middenberm een verlichte tent geplaatst. In verband met de zoekactie werden de linker rijstroken van de A7 in beide richtingen voor het verkeer afgesloten. Of er al belangwekkende zaken zijn gevonden, is ook niet bekendgemaakt. Het zoeken heeft volgens een woordvoerder van de politie met een lopend rechercheonderzoek te maken. Meer wil men niet kwijt. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?